Ik haal veel kinderen uit goudmijnen, diamantmijnen en zorg dat ze lekker naar school kunnen gaan. Ook veel meisjes uit de prostitutie. En toen zeiden ze bij Feyenoord van, joh, vind het zo leuk, willen die Feyenoord spullen. Aan het eind van het jaar geven we mee. En ik kom midden in de jungle aan, echt dieper de jungle kon je niet ingaan. Ik zou je vertellen, als de aarde plat was geweest, was ik er daar vanaf gelazerd. En ik stond daar in die jungle en ik doe de eerste tas open. En ik haal er een shirt uit, biezenzwaar. Ik haal het volgende shirt eruit, weer biezenzwaar. Toen haalde ik green eruit, Jorginho green. Volgende shirt, green. Biezenzwaar, green. Ik dacht, wat is dit joh? Dus ik die shirts gegeven aan de jongens. Ik bel Martin op, die had al die shirts geregeld. Ik zei, Mart, ik sta hier in de jungle van Sierra Leone. Hij zei, die shirts, daar hebben ze mee gespeeld hè, in de Europa League. Ja, weet je wat het is? Ze ruilen natuurlijk altijd shirts aan het eind van de wedstrijd. Behalve de reserves. Hij zegt, die lopen natuurlijk chagrijnig naar de kleedkamer. Doen een kloffie uit, gaan onder de douche en gaan met zo'n gezicht naar huis. Hij zegt, maar het mooie is, hij zegt, we hadden toen elke keer dezelfde reserves. Biezenzwaar en green. Ik zeg, joh.